Hoi, daar zijn we weer en ik vertel natuurlijk graag iets over mijn vakgebied en waar ik mee bezig ben en wat me opvalt voor jullie als studenten waar je later veel mee rekening mee moet houden of wat ik jullie vast wil meegeven als je nu aan het studeren bent. En het viel me deze week weer extreem op en ik heb het al eerder genoemd, probabilistisch rekenen. Echt, probabilistiek in ons vakgebied wordt steeds belangrijker en neemt steeds meer vorm aan. Dat je er iets van moet weten en moet snappen. En dat je er ook voorzichtig mee moet zijn. Dus je moet goed weten wat je niet weet en wat er allemaal achter zit. En het gaat heel ver. En het is niet de bedoeling dat je dit per se allemaal nu snapt of zo. Maar ik wil een boodschap meebrengen en daar kom ik aan het eind mee. Nou, eerst is probabilistisch rekenen. Dat term wordt wel vaker gebruikt. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, in ons vakgebied is het... Hier een kansverdelingsfunctie, de kans van voorkomen, dus die kansverdelingsfunctie met een kans en een waterstand. Dus de kans dat iets voorkomt, een hele hoge waterstand, nou hoe hoger de waterstand, hoe kleiner de kans dat die voorkomt. Dus dat is de kans van voorkomen. Dan de conditionele faalkans. Op de as staat een beta, dat wil zeggen de betrouwbaarheid. En die betrouwbaarheid die neemt af naarmate de waterstand steeds hoger wordt, oftewel hij wordt... Betrouwen dat hij niet faalt. Dus de kans dat hij faalt wordt steeds hoger naarmate die waterstand steeds hoger wordt. En wat nou probabilistisch rekenen is dat je die twee combineert in een nieuwe faalkansbijdrage, in een nieuwe curve. Dus je vermenigvuldigt die twee bij elkaar. Kans van voorkomen van een bepaalde waterstand, kans van falen bij een waterstand en die vermenigvuldig je zo per waterstand. En dan krijg je dus een nieuwe verdelingsfunctie en daaruit kan je uithalen wat de faalkans is van... Nou, in mijn geval natuurlijk een waterkering. Wat je in dat uiterste plaatje ziet van die conditionele faalkans. En je hoeft niet te snappen, maar ik wil alleen maar even illustreren dat het ingewikkeld kan worden. Is dat je ziet daar bij die conditionele faalkans hier opeens zo'n slinger erin zitten. Dat is die rode slinger die je hier in het grafiekje wat groter ziet. Die wordt opgebouwd door fragility curves van... De stabiliteit als de dijk alleen water tegenaan staat. Of de stabiliteit van de dijk als er de dijk verzadigd raakt doordat er water over de dijk heen slaat. Nou, dat is het plaatje hier. Dit is als de dijk helemaal verzadigd is. En het uiterste plaatje daar is als die dijk niet verzadigd is. Er komt dus in die berekeningen een correlatie te liggen tussen de dijk is verzadigd en de dijk is niet verzadigd. En dat zegt natuurlijk iets in de mate van waarin die stabiel is. Je kan je iets voorstellen als die dijk, als de waterstand steeds hoger en hoger wordt, dan wordt de kans dat die verzadigd raakt, wordt steeds groter. Dat heeft weer met golven te maken. En nou, als die dus, nou, stel dat die gewoon precies op de kruinhoogte zit, dan is die kans dat die verzadigd is 100%. Hè? Dan is die 100% verzadigd. Want al het water loopt er net overheen en verzadigt die hele dijk. Dan zit je dus helemaal in dit regime. En als het water heel laag staat, zit hij helemaal in het andere regime. Dat er alleen water tegenaan staat, dat hij niet verzadigd is. En er zit een tussenvorm in en dat is die slinger. Die rode slinger. Dus hij gaat langzaam over van een dijk die nooit verzadigd raakt, naar een dijk met een steeds hogere waterstand die steeds meer verzadigd raakt. Dat het steeds waarschijnlijker wordt dat hij verzadigd raakt. En daar bepalen we dan, dat is dus die geconditionele faalkans. En daar bepalen we dan die stabiliteit mee. Maar er zit intuïtief iets heel raars mee. En ik merk aan iedereen in de projecten, en niemand wil dat natuurlijk toegeven, want iedereen is professional, maar iedereen zit een beetje van... Iedereen vindt het moeilijk om te snappen van hoe zit dat nou? Dus die dijk, we hebben dus nu een dijk, die is te laag. Maar hij kan voor stabiliteit wel hoog genoeg zijn. Dat zijn hele rare, dat is voor mensen... En daar gaan wij steeds meer inkomen. En... Nou, nogmaals, je hoeft het allemaal niet te snappen, maar ik kom straks tot het punt wat ik daarmee wil maken. Nou, dit is nu één onderdeel, hè. Stabiliteit wordt dus probabilistisch en dat gaat gewoon komen. Dus daar hebben jullie steeds meer mee te maken. Toen, 3 jaar geleden, toen wij het voor het eerst deden, hadden we nog speciaal een laptop. En die moesten we alleen op een bepaald kantoor mochten we die gebruiken. En daar stond die software op en dan mochten we dat doen. En tegenwoordig zit het onder zo'n reguliere software. Dus dat is al binnen 3, 4 jaar is het al helemaal regulier geworden. Dit hele probabilistisch rekenen. Nou, dan andere, toevallige artikel wat ik nu aan het lezen ben.
Dit is de erosiediepte van klei op het buitentalud. Heel mooi onderzoek gedaan. Helemaal fantastisch. En dat hebben ze helemaal uitgezocht hoe hard erosie erodeert naarmate er golfklappen, dus golfdrukken opkomen op de klei. Het is met name die golfdrukken die zorgen voor erosie van de klei. Dus hier zie je in die as zie je dan hoeveel klei er erodeert. En dit is de faalkans, dus de kans, sorry, de terugkeertijd moet ik zeggen, de terugkeertijd. Dus je ziet dan bij een bepaalde terugkeertijd hoe diep die erosiekrater wordt. Dat kunnen we dus helemaal uitrekenen. En je ziet dus daarbovenin ook dat die waarden steeds meer uitwaaieren. En dan staat hieronder, dit is dus 1,6 miljoen jaar doorgerekend. Dus we hebben nu modellen en we kunnen daar, ja, toch een soort bootstrapping, in de kern genomen is toch een soort bootstrapping, gecombineerd met een fysisch rekenmodel erbij. En daar kun je dus, ja, je zet gewoon een computer aan en die rekent dat dus 1,6 miljoen jaar door. Voor golfbelasting. En daar komt dus zoiets uit. En prima, hè, en ik volg ook waar dit vandaan komt. Maar misschien voel je wel een beetje mee dat dit worden steeds meer computerprogramma's waar mensen op een gegeven moment geen gevoel meer hebben van wat er nou eigenlijk in het programma aan de hand is. En hoeveel marges hier bijvoorbeeld in zitten. Nou, ik ben dus nu net aan het lezen. Er zitten heel veel marges nog in. Maar goed, oké. Die zijn we allemaal kwijt. En dit wordt straks gewoon een computerprogramma. En dan straks druk je op run en dan komt er iets uit. En dan zeg je, nou ja, dus de kleilaag moet 0,6 meter zijn. Nou, dat soort bootstrap in combinatie met een fysisch model, dat is ons nieuwe model wat we aan zien komen, wat er nu nog niet is, maar wat er gaat komen voor onze hydraulische belastingen, is een KNMI-model. Dat is dit model. Nou, die begint, dat is eigenlijk die pluim, hè, die wij altijd zien. Dus in het begin weten ze heel nauwkeurig wat het weer voor morgen wordt, maar wat het weer over 5 dagen wordt, dat wordt steeds diverser. Dat is die pluim die je wel eens met KNMI hebt gezien. Dit is dus een fysisch, op de fysica gebaseerd computermodel, dus die kan dat doorrekenen. Maar dat zijn ook dus allemaal een soort Monte Carlo-achtige simulaties. Die draaien allemaal van dit soort runs. Dus op een gegeven moment kom je op een punt dat het echt diffuus is. En dan hier, ja, dan moet ik even opzij gaan. Dit is dus een run van, ja, ik weet niet meer hoeveel, maar van miljoenen jaren of van hoe de windsnelheid in Nederland zich verhoudt in de maanden. En met die combinatie van, en dit zijn dan windsnelheid, is maar een voorbeeld, hè, dan heb je natuurlijk meerdere dingen van. Daarmee kunnen ze dus weer een voorspelling doen van hoe onze golfbelasting op die dijk komt. Dan kunnen ze dan bijvoorbeeld, hier zie je ook weer zo'n typisch voorbeeld van die lijnen. Dus ook weer van die pluimen over bijvoorbeeld stormduur, dat soort zaken. Dat zit er dus aan te komen. Dat is nu nog niet, maar het zit er aan te komen. Dus de kleierosie, deels een fysisch model, deels een soort runs. En hier hetzelfde. En ja, wat ik eigenlijk wil meegeven is, daar is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel nieuws. Dit is uit 1989. Dit is de faalkansverdeling van dijken. Daar werd dat allemaal al gedaan. Alleen, dat was wat meer onder de motorkap. En wij als ingenieurs die ermee werkten, die konden dit in de bijlage lezen. Maar wij hoefden daar verder niks mee en kregen gewoon, hier moet u aan voldoen. En nou, daar moest je die dijk dan mee doorrekenen. En nu wordt al die vrijheid en dus ook dat inzicht, dat wordt dus allemaal aan ons gegeven. Wij mogen er allemaal aan draaien. We mogen bijvoorbeeld faalkansruimtes verschuiven, om maar eens wat te noemen. En dat probabilistisch rekenen, dat is eigenlijk niet verschrikkelijk veel anders dan dat vroeger hadden we een fit door allemaal punten. En ja, hadden we gewoon een lineaire relatie tussen de beta, de betrouwbaarheid die je moest halen. En er kwam dan gewoon een safety factor uit, de stabiliteitsfactor uit die we moesten halen. En nu kunnen we heel precies zo'n puntje bepalen. Zeggen we, nou, we gaan precies ontwerpen op dat puntje. En wat ik dus wil zeggen is dat er is eigenlijk niet per se heel veel veranderd. Behalve dan dat jij straks als je aan het werk gaat, daar allemaal aan mag draaien. Maar dat verlangt dus ook van je dat je dit snapt. En dus, dat is de bottom line, dus worden we iedereen veel specialistischer. Het is steeds moeilijker om hier een allrounder in te zijn, want het is bijna niet meer te volgen.
En dat is wat ik helemaal aan het begin zei. Wij zitten echt serieus. Hè? Dan zitten dus mensen die hun hele leven niks anders doen dan dijkontwerpen. Zoals ik, maar ook mijn klanten en zo. Die doen hun hele leven niks anders. En wij zitten echt met z'n vijven bij elkaar van... Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik snap het. Zo zit het. Ja, nee, klopt. Zo zit het. Dus we en misschien deels gewenning, maar het is gewoon... Op een gegeven moment gaat het buiten onze inlevingsvermogen. Die klei-erosie bijvoorbeeld. Vroeger werd gewoon gezegd, ja, je hebt de stilwaterlijn en daarboven half H of zo mag je met de klei beginnen. Nu hebben we niet meer één hoogte, niet meer één waterstand. Dus weten we niet meer echt welke belasting we nou precies hanteren. Allemaal probabilistiek. En dus is iedereen het gevoel kwijt. En dat moet je aan wennen. Je zult ermee moeten leren leven. Want dit is wat ik nu allemaal noem. Dat zijn allemaal dingen die echt nu state of the art zijn. Dus tegen de tijd dat jullie afstuderen is dat echt iets waar je gewoon, waarbij het is echt gewoon wat toegepast. En dan moet je daarmee kunnen handelen. En het vak probabilistiek is dus ontzettend belangrijk geworden. Naast de fysica uiteraard. Hè? Want heel veel van de modellen hebben nog steeds de fysica onder zich. Maar er zit probabilistiek ook voor een heel belangrijk deel achter. Nou, het is niet om allemaal te ontmoedigen en om moeilijk te doen of zo. Maar het viel me gewoon weer op hoe ingewikkeld het soms is. Zet hem op. Laatste weekjes. Hoi.